We beginnen al met de eerste wijziging. Ook dat is een weerkomprobleem. De wijzigingen van de agenda. Collega Saez heeft gevraagd om haar vraag een beetje te verzetten, omdat ze nu momenteel in een andere commissie zit. En daarom starten wij nu eerst met de vraag om uitleg van collega Verheijen over de meest recente EU-silk-armoedecijfers. Collega Verheijen, als u er bent. Ja. Microfoon, best aanschakelen. Ja. Ja. Oké, okay. Ja, dank u wel, voorzitter. Goedemiddag, collega's. Ik moet mijn vraagstelling inkorten, hè? Klopt. Ja, het gaat inderdaad over de cijfers die Statistiek Vlaanderen vorige week heeft gepubliceerd. De meest recente armoedestatistieken en bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de armoedecijfers die jaarlijks in het kader van de EU-Silk-enquête worden verzameld. Belangrijk misschien ook om eventjes te vermelden is dat die EU-Silk-enquête waarop deze cijfers gebaseerd zijn, recent ingrijpend werden vernieuwd. Daarom denk ik dat het ook belangrijk is om voorzichtigheid te bieden bij te maken van vergelijkingen met de cijfers van de vorige jaren. Wat men toch kan stellen is dat het aandeel personen onder de armoededrempel de afgelopen jaren vrij stabiel bleef. Zo daalde het aandeel bevolking in subjectieve armoede, als ook het aandeel bevolking in ernstige materiële deprivatie in lichtjes. Daarnaast daalde het aantal personen in een huishouden met een zeer lage werkintensiteit tussen de 2016 en de 2019 zeer duidelijk. Mijn vier vragen die ik hierover had, meneer de minister. Mijn eerste vraag: hoe verhouden de Vlaamse armoedecijfers zich in het algemeen ten opzichte van die van de andere gewesten in het land, liever als ook de andere EU-landen? Welke conclusies trekt u hieruit? Mijn tweede vraag: welke zijn de belangrijkste tendensen die u hieruit trekt? Welke specifieke groepen springen daarbij in het oog? Mijn derde vraagje: heeft u, meneer de minister, een indicatief beeld over de waarschijnlijke impacten van de gezondheidscrisis op de EU-silk-armoedecijfers? En dan mijn laatste vraagje aan u, meneer de minister: welke beleidsgevolgen wil u binnen uw beleidsdomeinen aan die nieuwe cijfers koppelen? Dank u wel. Meneer de minister. Dank u wel, collega, voor de vraag. We hebben de oefening gemaakt om de belangrijkste EU-silk-indicatoren, namelijk het armoederisico, ten tweede de ernstige materiële deprivatie, ten derde de werkintensiteit en de gecombineerde EU-2020-indicator tegen elkaar af te wegen. Hierbij zien we dat Vlaanderen telkens beter scoort dan België in zijn geheel en dan het gemiddelde van de EU-28-landen. Enkel bij het aandeel personen in een gezin met een zeer lage werkintensiteit blijft het verschil met het Europees gemiddelde beperkt. België scoort op deze indicator minder goed dan het Europees gemiddelde. In de tabel die ik zelfs zal bespreken, wordt ook het Vlaamse gewest meegenomen in die vergelijking. We dienen hierbij in evenwel in gedachte te houden dat één regio uit een land moeilijk te vergelijken valt met andere landen in zijn geheel. Ook andere landen bestaan uit sterkere en minder sterkere regio's. Dit doet geen afbreuk aan het feit dat Vlaanderen in Europees perspectief lage armoedecijfers kent. Als we die cijfers even nemen, dan gaat het over, als we de indicator armoederisico nemen, over 10% in Vlaanderen, 16% in België en 17% is het Europese gemiddelde. Als we de ernstige materiële deprivatie nemen, dan gaat het over 2% in Vlaanderen, 5% in België en 6% in Europa. Als we de indicator nemen van de zeer lage werkintensiteit, dan gaat het over 7% in Vlaanderen, 13% in België en 9% in het Europees gemiddelde. En als we de indicator nemen armoede en sociale uitsluiting, dan gaat het over 13% in Vlaanderen, over 20% in België en over 22% wat het Europese gemiddelde betreft. Dit zijn dus gemiddelden van het jaar 2019. Als we op het gewestniveau bekijken, dan kunnen we hier nog aan toevoegen dat het armoederisico in 2019 in het Vlaamse gewest lager ligt dan in de andere Belgische gewesten. In het Waalse gewest ging het om 18,3%, in Vlaanderen dus 9,8% van de bevolking en in het Brusselse hoofdstedelijk gewest om 31,4%. In België lag het armoederisico op 14,8%.
Ook het aandeel in personen in armoede of sociale uitsluiting lag in 2019 in het Vlaams gewest op 13,2%, lager dan in de Belgische gewesten. En in de andere Belgische gewesten. In het Waalse gewest ging het om 24,6% van de bevolking en in het Brusselse gewest om 37,8%. Het Belgische armoederisico lag, zoals daarnet gezegd, op 20%. We kunnen eruit concluderen dat Vlaanderen het relatief goed doet, maar elk persoon die in armoede moet leven, is er één te veel. We zijn dus niet tevreden met deze cijfers. In Vlaanderen leven nog altijd ruim 640.000 mensen onder de armoederisicodrempel. In verband met die tweede vraag verwijs ik hiervoor naar de gedachtenwisseling die we vorige week hebben gehouden op 15 oktober. De cijfers van dit jaar tonen nergens grote breuken of wijzigingen. Tijdens deze gedachtenwisseling zijn ook deze cijfers en tendensen toen ruim toegelicht. Er is in de cijfers vanaf 2012 een gestage daling te zien van het aandeel in armoede of sociale uitsluiting. Het gaat hierbij om een kleine significante daling tussen 2012 en 2019. Over het algemeen bleef het armoederisico echter stabiel, maar bij een aantal specifieke groepen zaten die cijfers in stijgende lijn. Werklozen, in oudere gezinnen, huurders en niet-EU-migranten. De cijfers wat betreft het aantal ouderen in armoede zitten wel in dalende lijn. Het hoogste aandeel is te vinden bij de gezinnen met een zeer lage werkintensiteit. Het gaat om gezinnen waar de volwassen leden niet of nauwelijks aan het werk zijn. Bij deze gezinnen ligt het armoedepercentage op bijna 60%. Bij de personen geboren uit buiten de Europese Unie en werklozen ligt het armoederisicopercentage net onder de 40%. Bij personen in eenoudergezinnen en huurders gaat het om iets minder dan 30%. Ook bij laaggeschoolde personen in een gezin met een lage of middelmatige werkintensiteit en bij niet-actieve, exclusief gepensioneerden, alleenstaanden en ouderen, ligt het armoederisicopercentage hoger dan gemiddeld. Hierbij dient wel de aandacht te worden gevestigd op het verschil tussen een relatief percentage en een absoluut percentage. Zo ligt het percentage werkende armen in Vlaanderen laag, ook in Europees perspectief, maar gaat dit wel over een aanzienlijk aantal personen, aangezien de groep werkende vrij groot is. Bij de ouderen is het armoederisicopercentage tussen 2006 en 2018 opvallend gedaald, van 23% naar 15%. Samenhangend daarmee daalde ook het armoederisico bij gepensioneerden van 20% naar 12% en oudere koppels van 22% naar 15%. De crisis heeft in verband met uw derde vraag, de crisis heeft een ongekende zware impact op de financiële situatie en het welzijn van mensen, in het bijzonder van mensen in armoede en kwetsbare posities. We stellen vast dat mensen in armoede het op financieel vlak steeds moeilijker krijgen, zelfs voor de groep die niet rechtstreeks geconfronteerd wordt met inkomensverlies. De gevolgen van de COVID-19-pandemie zullen ook de komende tijd nog voelbaar blijven en duidelijk worden. Om hiervan de juiste omvang te bepalen, beschikken we nog over onvoldoende gegevens op dit ogenblik. In verband met uw laatste vraag, het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding is meer dan ooit een dynamisch instrument. We staan momenteel immers op ongekend terrein. We moeten oog blijven hebben voor de maatschappelijke uitdagingen die de crisis blootlegt, om te vermijden dat deze gezondheids- en economische crisis ook een aanslepende sociale crisis wordt. We blijven dan ook streven naar een samenleving die iedereen een zinvolle plaats geeft via een daadkrachtig en wendbare zorg- en dienstverlening in en met de samenleving. De crisis en de relance maatregelen moeten daarvoor gaandeweg worden geëvalueerd, aangevuld en verfijnd op maat van de zorg en van de nog oningevulde noden en uitdagingen van de toekomst. Deze nieuwe SILC-cijfers die zijn van dezelfde orde als deze in 2018 en in deze geen directe aanleiding tot wijziging. Collega Vergeijen. Ja, dank u wel, meneer de minister, voor het heel duidelijke antwoord. Nu,
Ja, armoedecijfers die zijn goed om de discussie op een intellectuele, eerlijke manier te voeren. Niet alleen dat, maar ook om blijvende aandacht te vragen voor de meest kwetsbaren in onze maatschappij. U zegt het zelf ook, elke persoon in armoede is er eentje te veel, dus wij moeten blijven ons inzetten, ook al zijn deze cijfers voor Vlaanderen relatief, durf ik niet te zeggen, maar toch lager dan sommige andere landen of zelfs gewesten in het land. Er zijn regionale verschillen, heeft het net ook al aangehaald. Nu, ik ga hier geen waardeoordeel vellen of discussie op gang brengen van wat de oorzaak daarvan is of hoe dat komt. Maar ik zou toch graag willen sommige tussenkomsten hier in de commissie die plaatsvinden, dat willen nuanceren. Dat Vlaanderen dat een en al ellende is qua armoede. Ik wil dat echt wel nuanceren, ook met die cijfers. Nogmaals, er is werk aan de winkel. Dat wil ik zeker niet tegenspreken. U heeft het ook al aangehaald, hè, de kwetsbaarheid van werklozen valt er heel erg op. Want we wisten die in oudere gezinnen ook de huurders. En ik denk dat een belangrijk onderdeel van de oplossing bestaat in die inkomensversterking. Nu, u weet ook zelf, meneer minister, hè, die inkomensversterking is een groot luik, bevindt zich op het federaal niveau. Een niveau dat binnenkort ook aan haar nieuwe armoedebestrijdingsplan zal starten en daar waarschijnlijk ook de input van de regio's zal vragen. Dan kom ik ook aan mijn extra vraag voor u, meneer de minister. Hè. Welke zijn voor u de belangrijkste elementen in het armoedebestrijdingsbeleid dat Vlaanderen niet verbocht is? En gaat uw collega Karine Lalieu, uw evenknie, daar ook over aanspreken? Met uw plan. Dank u wel. Ja, wees. Dank u, voorzitter. Ik heb ook het rapport doorgenomen. Nu, ik vind het vreemd dat als collega's hetzelfde rapport lezen, dat ze daar andere dingen in zien. De regionale verschillen die zijn er inderdaad, maar ik heb toch ook wel serieuze provinciale verschillen gemerkt. Dat zeg ik niet. Dat staat in het verslag van Statistiek Vlaanderen. Dus als we regio's vergelijken, denk ik dat we daar dan ook... Dat kunnen we dan ook bekijken, maar waar gaat het hier om, collega's? Dat gaat om die Vlamingen in moeilijkheden. En daarvoor moet er beleid worden gevoerd door ons allemaal, maar vooral door minister Beke. En ik denk dat er nog heel veel te winnen valt in een betere opvolging van de maatregelen. Er bestaat heel veel, maar het probleem van de non-take-up, dat kennen we ook. Vorige week vrijdag zagen we nog dat 4 op de 10 mensen die recht hebben op een huurpremie daar geen gebruik van maken. En hoe we die automatische toekenning beter kunnen organiseren, hoe krijgen we die mensen dichter bij die rechten, dat is door outreach in het werk. Nu, dat wordt benadrukt in het VAPA, er wordt rond outreach gewerkt. Volgens mijn fractie zal dat pas op het einde van deze legislatuur op snelheid komen. Maar het cruciale zijn de cijfers die we zelf hebben. En dat gaat over de cijfers van kind en gezin, die bij 93% van de gezinnen terechtkomen en waarbij in een proefproject in Kortrijk Mission 80% van die mensen met plezier werden doorverwezen. Dus mijn vraag aan de minister is, hoe staat het met het vrijgeven van die cijfers van kind en gezin? Zullen we volgend jaar, als de nieuwe EU-SILC-cijfers er zijn, zullen onze lokale besturen al aan de slag kunnen met die cijfers? Dank u. Collega Grootgedde. En vergelijken met een Europees gemiddelde, hè, binnen België is het inderdaad al zeer relatief, maar een vergelijking met een Europees gemiddelde is helemaal een beetje vreemd, inderdaad. Dat idee dat wordt aangehaald alleen al vind ik vrij pijnlijk. Sowieso zeggen indicatoren rond armoede niets over meriet van een plek. Hè. De minister weet even goed dat een groot stad een hoger armoederisico zal hebben. Wat iets over de meriet van een plek zegt, is hoe mensen in armoede worden behandeld of mensen die het moeilijk hebben. En als ik dan inderdaad van de minister in uw antwoord hoor dat 30% bijvoorbeeld van alleenstaande ouders, om er maar eentje te noemen, het moeilijk heeft op dit moment, dan maak ik mij zorgen. Zeker omdat dit cijfers zijn van voor de tsunami die ons dit jaar heeft overspoeld. En waarbij we nu eigenlijk nog een klein beetje in het luchtledige van een mogelijke ramp aan het praten zijn. De collega van SPA haalt terecht aan dat automatische toekenning van rechten een punt is waarop gewerkt moet worden. U hebt dat zelf ook aangehaald. Ik wil u graag vragen op welke gebieden u dat gaat doen. En of u bijvoorbeeld, om specifiek te gaan, dat gaat doen als het gaat om het toekennen van het recht van kinderen om het allerlaagste uitzonderingstarief in de kinderopvang te krijgen. Op dit moment moeten we nog altijd bij het OCMW passeren en er wordt stevast bericht dat ouders langs de kinderopvang langsgaan, daar te horen krijgen dat ze voor een verlaagd tarief zeer waarschijnlijk in aanmerking komen en dat men hen dan nooit meer ziet.
Dat is al een paar keer in de commissie langsgekomen. En dat zou zo een kleine stap zijn die heel veel uitmaakt voor ouders. Wat men zou kunnen doen, meneer de minister, ik geef u zelfs een voorzet voor een oplossing, is ervoor zorgen dat de kinderopvang zelf tijdelijk een verlaagd tarief kan toekennen, zolang het duurt voor het OCMW om het te checken bij de ouders. En op die manier kan men veel sneller te werk gaan en kan men ervoor zorgen dat kinderen, want met kinderarmoede, hè, die hebben nog steeds een probleem, het is nog altijd niet gehalveerd, dat kinderarmoede wordt teruggedrongen en dat die kinderen de sociale en pedagogische opvang krijgen die ze verdienen. Meneer de minister. Ja, collega's, collega Verheijen, uw vraag om contact op te nemen met minister Lalieu om de problematiek rond armoede en armoedebestrijding samen te bespreken is een zeer terechte vraag en hebben we ook al gedaan. We hebben deze week contact opgenomen, gisteren als ik me niet vergis, met minister Lalieu om te vragen rond deze problematiek eens te kunnen samenzitten. Dus dat is één, want u heeft ook in uw bredere analyse gelijk. Als we spreken over armoede en armoedebeleid, dan gaat het over verschillende grote kapstokken. Hè. Dan gaat het over inkomen, dan gaat het over huisvesting, dan gaat het over onderwijs en dan gaat het over gezinsondersteuning. En die gezinsondersteuning, daar hebben we met Vlaanderen, en we hebben dat debat, voorzitter, ruim gehad in de commissie bij de bespreking van het rapport of van ons actieplan rond armoedebestrijding over de kinderbijslag, de hervorming van de oude kinderbijslag in het nieuwe groeipakket. Dat betekent een extra uitgave vanuit Vlaanderen van 240 miljoen euro, die net ingezet wordt om mensen die vroeger niet in de sociale toeslagen zaten en ook niet zaten in de rechten voor de schooltoeslag, om die nu automatisch wel te hebben. En dat betekent ongelooflijk veel kinderen meer die daar vandaag recht op hebben. We hebben die cijfers toen ook besproken, dus ik verwijs naar de vergadering van, ik geloof, 15 oktober, als ik me niet vergis, ook op een donderdag. Dus die automatische toekenning van rechten, daar hebben we toen ook uitgebreid over gesproken, collega Groothede en collega Vijs. We hebben toen ook gesproken over het outreachende werken, waar met de verschillende initiatieven die we daaromtrent willen nemen en genomen hebben. Ook de vraag die hier in de commissie al aan bod gekomen is, namelijk kunnen we die gegevens niet delen met lokale besturen? Dat was een terechte vraag die door verschillende collega's naar voren is gekomen. Die vraag hebben we ook opgenomen. Daar is heel wat issue rond gegevensbescherming, die moeten getackeld worden. Maar we hebben uiteindelijk toch een regeling kunnen treffen waarbij dat lokale besturen deze gegevens kunnen opvragen ter ondersteuning van hun eigen armoedebeleid. Wat het inkomenstarief kinderopvang betreft, dat zal gekoppeld worden aan de inkomensgegevens van het groeipakket. Dat gaan we hier verder onderzoeken, om dat dan ook verder te implementeren. Collega Verheijen nog. Ja, dank u wel, meneer de minister. Ik ben ook blij om te horen dat u al gesprekken heeft met uw collega op het federale niveau. Nu, collega Vijs, u haalde juist aan van er zijn ook verschillen tussen de provincies. Dat klopt. Maar ik denk dat die verschillen tussen de provincies niet van diezelfde grootte worden zijn dan de verschillen tussen de verschillende regio's. Dat heb ik denk ik zelf ook gezien. Nu, ook een beetje aansluitend op uw vraag net, hè, naar de minister toe. Ik wil ook nog even oproepen. Hè, de Vlaamse overheid die heeft een... Ja, die zijn op het schat aan bruikbare informatie. En die informatie die wordt nog te weinig ontsloten of komt toch niet altijd, stroomt niet voldoende door naar de actoren waar ze zouden moeten zijn, het lokale besturen. Nu, dat zeg ik niet alleen. Hè. Experten, zeker van de coronacommissie, hebben dat ook al aangehaald. Nu, meneer de minister, u heeft al een goede stap gezet, hè, door de gegevens van het groeipakket beschikbaar te stellen, ook aan de lokale besturen. Nu, ik krijg signalen uit de administratie, ik heb dat hier ook al eens gezegd gehad, dat de manier waarop aan die gegevens geraken, dat nogal redelijk Kafkaiaans is, heel omslachtig. Dus bij deze, meneer de minister, een oproep om... Ja, u, niet alleen u, maar samen met de collega's van de federale regering, die ook bevoegd zijn voor departementen die ook over
heel wat bruikbare socio-economische gegevens beschikken om samen te werken, zodat die gegevens ook wel tot bij de lokale bestuur geraken. En als wij een naam kunnen plakken op kwetsbare personen, dan kunnen wij echt wel daarmee aan de slag gaan als lokaal bestuur en ook effectief tot bij die kwetsbare personen geraken en er iets aan kunnen doen. Dus bij deze oproep, al die gegevens, die bruikbare gegevens, zorg dat die goed doorstromen tot de lokale niveaus. Dank u wel. Oké, dankjewel. Dan gaan we nu eerst terug naar de vraag van collega Saez over het nieuwe beleid in zaken buitenschoolse opvang. Collega Saez. Ja, dankjewel. Op 16 november 2020 gaf de Vlaamse overheid haar definitieve goedkeuring aan het besluit lokaal beleid buitenschoolse opvang en activiteiten. En ik had daar enkele vragen over. Wanneer zullen lokale besturen een duidelijk zicht krijgen op de middelen die ze zullen ontvangen in de overgangsfase en daarna op basis van de parameters en indicatoren zoals voorzien in het decreet? Zullen lokale besturen in de periode van de overgangsfase geïnformeerd worden over de subsidie die de organisatoren van buitenschoolse kinderopvang op hun grondgebied ontvangen? Wat is de rol van de scholen in dit nieuw beleid en wat is de link naar het flankerend onderwijsbeleid? En mijn laatste, zullen lokale besturen ondersteund worden voor de nieuwe rol die zij zullen opnemen en hoe zal die subsidie eruit zien? Dank u wel. Dank u, meneer de minister. Ja, collega, meer duidelijkheid over de financiële bepalingen die zal volgen in het vervolgbesluit dat we daarvoor moeten maken. Dat is in voorbereiding en zal ook worden doorgesproken met de stakeholders, waaronder ook de lokale besturen. Ik verwacht dat in de loop van het voorjaar, in verband met uw tweede vraag, deze informatie wordt geïntegreerd in een omzendbrief aan de lokale besturen over de buitenschoolse opvang en activiteiten. Die wordt ook verwacht in de loop van het najaar. In verband met uw derde vraag, de scholen die zijn een belangrijke partner in het verhaal van buitenschoolse opvang en activiteiten. Opvang voor en na school is voor heel wat scholen een belangrijke zorg. Vele gezinnen hebben nood aan opvang. Sommige scholen kunnen beroep doen op een organisatie die buitenschoolse opvang voorziet. Andere scholen voorzien zelf in opvang of in toezicht. Bij de ontwikkeling van het lokaal beleid buitenschoolse opvang en activiteiten is het dus belangrijk dat de scholen worden betrokken. Scholen zijn partners in dat beleid om zowel de noden te bespreken als de opportuniteiten te verkennen. In het decreet flankerend onderwijsbeleid wordt het ochtend- en avondtoezicht buiten de periode van normale aanwezigheid van de leerlingen beschouwd als een sociaal voordeel dat een lokaal bestuur kan verlenen aan scholen. Hierbij mag het lokaal bestuur geen onderscheid maken tussen de leerlingen, welke scholen die ook bezoeken. In het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten wordt het begrip buitenschoolse activiteiten ruimer bepaald als het geheel van formeel georganiseerde activiteiten voor kinderen, met inbegrip van kleuteropvang en opvang lager onderwijs. Dat omvat dan voormeld ochtend- en avondtoezicht. Het lokaal bestuur moet in het kader van zijn regieopdrachten neutraal optreden. Onder andere door het scheiden van de rol van lokale regisseur en de rol van de organisator die het eventueel opneemt. Lokale besturen staan in voor een concrete en correcte verantwoording van de toepassing van beide decreten binnen hun eigen grondgebied. Het decreet voorziet geen specifieke subsidiecomponent voor de ondersteuning van de versterkte regierol, maar sluit ook niet uit dat lokale besturen een deel van de toekomstige subsidie daarvoor kan gebruiken. Het agentschap Opgroeien zal samen met de VVSG bekijken in de mate van het mogelijke hoe kan worden tegemoetgekomen aan de ondersteuningsbehoeften van de lokale besturen op dit vlak. Collega Saez. Ja, dank u wel, minister, voor uw antwoord. Ik denk dat het heel belangrijk is, hè, dat we die lokale besturen zo snel mogelijk duidelijkheid geven. We hebben nu tijdens deze coronacrisis gezien hoe belangrijk dat is, die organisatie van de buitenschoolse opvang. We merken daar, waar dat er eigenlijk al een redelijke samenwerking was, dat dat veel vlotter loopt dan waar dat eigenlijk het lokaal bestuur... eigenlijk dat daar nog totaal geen samenwerking echt was. En nu worden zij dan volledig verantwoordelijk. Nu op dit moment, tijdens deze coronacrisis, nu ook door de 2 dagen verlenging van de herfstvakantie, is er een mogelijkheid wanneer dat het lokaal bestuur zorgt voor die opvang, dat ze €30
per kind krijgen. Natuurlijk, ja, wanneer dat zij volledig bevoegd worden voor die buitenschoolse activiteiten, gaan zij inderdaad de zekerheid moeten hebben dat zij voldoende subsidie zullen kunnen krijgen om effectief dat allemaal bol te werken. Collega Daniels. Ja, dank u wel, meneer de minister, voor uw antwoord en vooral wat u zei om scholen zowel te betrekken als partner, maar ook de noden van de scholen in kaart te brengen. Ik vind dat u daar iets belangrijks zegt, omdat voor ouders, en daar kijken we toch naar, ook naar die opvang, geldt wat het één-stop-principe. En als de kinderen op de school kunnen opgevangen worden, weliswaar door opvang georganiseerd door de gemeente, dan denk ik is dat een win-win. Eén, naar locatie en naar gebruik van gebouwen. En dan moeten we niet aparte gebouwen. We moeten die kinderen niet beginnen transporteren van hier naar daar. En voor ouders is dat denk ik ook een win. Dus vandaar die noden en die opportuniteiten om die te bekijken. En wat u in de tweede orde aanhaalde, dat gemeenten die regie inderdaad op zich nemen, maar dan wel de regierol niet verwarren met hun eigen rol als organisator van het zij opvang, het zij als inrichter van scholen, omdat dan natuurlijk ook wel daar een onevenwicht zal kan gebeuren, maar dan denk ik, dan moeten we niet bij uw partij op wijzen voor dat onevenwicht. U hebt er en uw collega's jaren voor gestreden. Dus ik zou daar toch willen vragen, in die omzendbrief, om daar toch duidelijk te maken die inderdaad die noden, de opportuniteiten, het gedeeld gebouw en de kans dat we daar hebben om samen te werken op die plaats van die scholen en die kinderen dus op één plaats te houden. Dank u wel. Collega Grootgedde. Ja, meneer de minister, collega's, zat een aantal heel terechte vragen, hè? Ook de bedenkingen naar de hand. Het is inderdaad belangrijk dat een lokaal bestuur nu uitsluitsel krijgt en duidelijkheid over het bedrag dat ze krijgen voor die nieuwe opdracht. En er is terecht gewezen op het betrekken van scholen. We moeten ook wel beseffen dat er, net zoals er in kinderopvang eigenlijk, pedagogie, wat een heel belangrijke poot is van kinderopvang, lang een stiefkindje is geweest van in het organiseren van de kinderopvang, dat wel eens zou kunnen dat dat met buitenschoolse opvang ook gebeurt. Daar zitten heel veel kleutertjes bij. Dat vereist een specifieke pedagogische sociale aanpak. En dan moet daar wel goed in betrokken worden. En als het gaat over het subsidiesysteem, is er nu al duidelijkheid over de verrekening van het aantal kwetsbare gezinnen, het aantal gezinnen met een specifieke zorgbehoefte en ten tweede ook de vraag, welk aandeel van subsidiebedrag moet er dan gaan naar kleuteropvang met een kwaliteitslabel? Hebt u daar al uitsluitsel over? Meneer de minister. Ja. Collega's, wat de vraag betreft over de uitrol van het decreet buitenschoolse kinderopvang en de activiteiten. Enfin, ik denk deel vele tussenkomsten die hier omtrent zijn geformuleerd. Dus we gaan dat zeker ook oppakken. En daar is ook een overleg gepland. Een eerstvolgend overleg met de VWSG, met onze mensen en ook met het kabinet van minister Somers rond 9 november. Collega Grootheden, wat uw vraag betreft, dat is nog niet gebeurd. Daarvan vraag ik nog even geduld. Collega Saïs nog? Maar nee, ja, heel kort eigenlijk. Ik denk dat we allemaal de nood aan die buitenschoolse kinderopvang erkennen. En zeker nu komt dat nog maar eens naar voren. En ik denk dat we zo snel mogelijk echt werk moeten maken dat er duidelijkheid is hoe dat die organisatie echt in de praktijk zal lopen en hoe dat de financiering daaraan gekoppeld is. Oké, dank u wel. Dan gaan we over naar de volgende vraag. Vraag om uitleg van collega Van der Vloed over de invoering van persoonsvolgende financiering voor minderjarigen met een beperking. Collega Van der Vloed. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, een belangrijke vraag toch wel. We zouden ze bijna allemaal al vergeten tijdens deze COVID-periode. Maar ook de werking rond de persoonsvolgende financiering voor minderjarigen met een beperking heeft even stilgelegen. Hè. We hebben dan gezien dat er begin april een kerngroep is opgericht. En die kerngroep die zou dan in het najaar
naar het projectgroep komen met een conceptnota, met een tekst over hoe dat zij de invoering van de persoonsgebonden financiering van de minderjarigen met een beperking zien. Ik heb daarom ook een viertal vragen voor u, meneer de minister. Wat is de stand van zaken van de werkzaamheden van die kerngroep? Dus met andere woorden, is die conceptnota met geactualiseerde tijdspad, is die klaar? Kan de minister ook een samenvatting geven van deze conceptnota? En wat is de timing die voorop staat qua werkzaamheden van de kern en van die projectgroep en de invoering van de persoonsgebonden financiering van de minderjarigen? Dus met andere woorden, het tijdspad dat voorop ligt, kunnen we dat nog steeds volgen? En hoe verloopt de samenwerking tussen de twee agentschappen, het VAP en het opgroeien in die kerngroep? Dankjewel allemaal. Meneer de minister. Ja. Collega, de kerngroep heeft op 13 oktober een nota met krijtlijnen bezorgd en besproken met de leden van de projectgroep. Aangezien de nota inhoudelijk nog niet is gevalideerd, beperk ik mijn toelichting op dit moment tot de thema's die er zijn in vervat en die ook zijn besproken geworden. De volgende punten die kwamen aan bod tijdens die bespreking. 1. De definitie en de doelstellingen. 2. De basisondersteuning voor minderjarigen met een handicap. 3. Het persoonsvolgend budget voor minderjarigen met een handicap. Dat is de kern van de nota. En daaromtrent werden de thema's toepassingsgebied, de vraagverheldering en de toekenning, de inschatting van de zorgzwaarte, de budget en de budgetteringsmogelijkheden en de doelmatigheid in het ontwikkelingsperspectief besproken. Ten vierde ging het ook over de verdere timing en de fasering en tenslotte ook over de verdere werkwijze. De feedback van de projectgroep wordt verwerkt in een nieuwe nota. Tegelijkertijd worden ook de eerste simulaties gemaakt. De kerngroep komt opnieuw samen op 12 november normaal om de aangepaste nota en de eerste simulaties te kunnen bespreken. In een verdere aanpak heb ik gevraagd om het gebruikersperspectief centraal te kunnen stellen en de verschillende stakeholders, zoals de gebruikers zelf, onderwijs en de voorzieningen, hierin een actieve rol te geven. In verband met uw tweede vraag. Zoals ik aangaf, loopt het proces rond het afwerken van die conceptnota nog. Rond het precieze tijdspak kan ik vandaag geen voorafname doen. De ambitie is om volgend jaar te starten. Dat is nog altijd het uitgangspunt. In verband met uw derde vraag. De samenwerking tussen het agentschap Opgroeien en het VAP voor minderjarigen met een handicap is niet nieuw. Ook vandaag al zijn een aantal bevoegdheden met betrekking tot de minderjarigen met een handicap verdeeld over beide agentschappen. Zo zit bijvoorbeeld de toekenning van de budgetten, de PAB's, aan minderjarigen bij opgroeiing en de besteding van deze budgetten bij het VAP. En ook in dit dossier zal ieder agentschap vanuit zijn eigen onderbouwde expertise een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Collega Van der Vlut. Ja, meneer de minister, ja, ik vind het antwoord een beetje vaag. Hè. Er is nog niet heel veel nieuw. Niet heel veel nieuws ook niet. U zegt, de projectgroep heeft het licht laten schijnen over die conceptnota. Kan u misschien duiden van, ja, was dat positief, was dat negatief? Moet er nog veel aan veranderd worden? Is er nog veel werk aan de plank? U zegt van, ja, we hopen de timing nog steeds te halen. Ja, ik denk dat dat zeer belangrijk is natuurlijk. Hè. De timing is altijd al opgeschoven. De mensen zitten daar natuurlijk wel op te wachten. Dus ik vind het toch wel belangrijk dat daar toch wel wat concretere zaken onderhand naar voren moeten kunnen komen. Want de tijd tikt verder. Dan ook nog wel eens een specifieke vraag naar het zorgzwaarte-instrument. Zij zouden normaal gezien in oktober terug opgestart zijn. Maar dat heeft ook een tijdje stilgelegen met de COVID. Voor ons toch een zeer belangrijk iets dat daar inderdaad wordt aan verder gewerkt. Heeft u daar misschien de laatste stand van zaken over? Zijn die terug opgestart? Geraken die op tijd klaar voor de invoering van de persoonsgebonden financiering bij de minderjarigen? Want voor ons is dat een zeer belangrijk iets. En ik hoop daar ook dan een positief antwoord van u over te krijgen. Dankjewel. Collega Anaf. Ja, dankjewel, meneer de voorzitter. Ja, collega's, wij zijn als fractie zeker niet tegen de invoering van het PVF-systeem voor minderjarigen, maar volgens ons moeten er wel aan twee voorwaarden voldaan worden. En dat is ten eerste dat we eerst het huidige PVF-systeem goed evalueren. En ten tweede, en ook wel een belangrijke, denk ik, dat er ook een garantie moet zijn dat er dan ook voldoende middelen zijn. Want anders gaan we niet meer doen dan het herverdelen van schaarste. En dat lijkt mij
niet de bedoeling. Dus, meneer de minister, twee bijkomende vragen, maar ze zijn aan elkaar gekoppeld eigenlijk. Probeer er in elk geval voor te zorgen dat dat PVV van de minderjarigen, dat we dat nu niet vlug invoeren en dat er eerst een grondige evaluatie gebeurt van het PVF-systeem. Dus de vraag, wanneer en hoe zal dat systeem geëvalueerd worden? En als we dan toch de invoering zouden doen, zal er ook extra budget worden voorzien, zodat we niet gewoon een herverdeling van de schaarste doen, maar dat we ook echt stappen vooruit zetten. Collega Van der Rijden. Dank u, microfoon, collega. Ik sluit me volmondig aan bij de vraag en de opmerking van collega Van der Vloed. Het is zo dat we volgens de oorspronkelijke planning dat de invoering van PVF voor minderjarigen reeds een feit zou moeten zijn. Dus het uitstel is wel stilaan groot aan het worden. Ik begrijp de bezorgdheden van collega Anaf ook zeker en vast daarbij. Ik ben niet akkoord dat het zou gaan om verdeling van schaarste. Ik denk als we alleen al kijken naar de voorbije maanden, dat het belang van PVF voor minderjarigen, het zelf kunnen inzetten van budgetten, enorm is aangetoond geweest. Ik moet de verhalen niet opnieuw doen, we hebben de coronacommissies gehad, dus ik denk, als de noodzaak voor PVF is echt wel zeker in crisissituaties, echt wel enorm prangend. En ik sluit me aan bij mijn collega Van der Vloed. Ik zou graag willen dat daar stappen worden gezet. En als ik het zo hoor, want ik heb er ook al een aantal vragen over gesteld, is het uitstel, naar mijn gevoel, is het uitstel zonder vorderingen. En dat doet me toch ook wel een beetje bezorgdheden krijgen. Als er daar dingen zijn die echt pertinent zijn, dan kan ik me inbeelden dat de uitstel gerechtvaardigd is. Maar op dit moment heb ik zo het gevoel dat we van vergadering naar vergadering gaan zonder dat daar stappen worden genomen. Dus ik sluit me daar volmondig bij aan bij collega Van der Vloed. Collega De Reuze. Uw microfoon, collega. Hallo? Ja. Ja. U hoort mij? Oké, ja. Ja, goed. Ik deel de bezorgdheden van de collega's, maar ik heb eigenlijk nog een heel korte bijkomende vraag daarover. Het persoonsvolgende financiering wordt natuurlijk voor een heel stuk bepaald door de bepaling van de zorgzwaarte. En hier zou de Vlaamse regering een nieuw instrument gebruiken, namelijk de belraai. En mijn vraag is, hoe ver staat het nu met de invoering van de belraai in het kader dus natuurlijk van het bepalen van de zorgzwaarte en wat dat dan natuurlijk als verder gevolg heeft, ook de persoonsvolgende financiering voor minderjarigen met een beperking in die zin. Meneer de minister. Ja, collega's, de PVF is een systeem dat op sporen is gezet, dat een belangrijke hervorming is, PVF en meerderjarigen, dat ook een aantal analyses met zich mee heeft over de werking nu, hoe dat het geïmplementeerd moet worden, welke lessen trekken we daaruit, en die lessen die nemen we zeker ook mee wanneer dat we dat voor de minderjarigen willen implementeren. Vandaar dat we ook een actieve inbreng doen van het gebruikersstandpunt. De vraag die gesteld is over wat is de feedback die we gekregen hebben over het eerste overleg, dat was eigenlijk positief, met veel aandacht op het concept en met verschillende aandachtspunten die ook verder zullen worden doorgenomen op een volgend overleg. De vraag naar de zorgzwaarte, dat is een juiste vraag. Die zorgzwaarte, daar is een werkgroep rond die gekoppeld blijft aan het project. Want is inderdaad wel zeer belangrijk. Die technische werkgroep die loopt op dit ogenblik. En zij bekijken onder andere de proefinschalingen dus verder. Belraai, collega De Reuze, is niet alleen voor minderjarigen. Het is een algemene inschalingsinstrument. Gaat dus veel verder dan alleen de PVF minderjarigen. En is hier wel een hele specifieke vraag, maar de belraai-projecten die worden ook verder verfijnd. Collega Van der Vloed nog.
Ja, dankjewel. Nog even op collega Anaf. Niet vlug invoeren, zegt u. Maar ik denk dat het kabinet, of zeker ook het VAP en zijn hele ploeg, daar al 4, 5 jaar mee bezig is. Dus ik denk dat het niet vlug is. Maar ik denk dat het meer het aanvoelen, zoals collega Van der Rijden ook is, van ja, we geraken daar precies niet mee vooruit. We zijn daar al lang mee bezig, maar we geraken daar geen stappen mee vooruit. En dat gevoel heb ik ook. Er is precies altijd wel iemand die aan de rem trekt om dit niet vooruit te laten gaan. Ik hoor u wel zeggen, meneer de minister, de technische werkgroep loopt terug van het zorgzwaarte-instrument. Dus daar ben ik zeer tevreden over dat dus die onderzoeken terug van start zijn gegaan. Dat is toch een belangrijk instrument om, om daarmee door te werken. Nu, ja, ik wil toch afsluiten, meneer de minister. De timing die voorop staat is voor ons heel belangrijk. En ik denk voor de mensen zelf uiteraard ook. Dus ik zou heel graag hebben dat het inderdaad niet op de lange baan wordt gesproken. Dat u heel correct toekijkt of die timing nog steeds en altijd haalbaar blijft. We hebben daar met de PVV meerdere jaren gehad. Had ik dat ook heel vaak met minister Van Deurzen gevraagd. Is de timing nog oké? Zitten we nog op tijdspad? Het antwoord was altijd ja, tot wanneer dat het moest ingevoerd worden, dan was het ineens oei, het lukt niet meer. Dus ook hier de vraag naar u toe. Let alsjeblieft op die timing. Hou dat goed mee in de oog, zodanig dat de timing die opgesteld is, dat die echt wel haalbaar is en dat die ook gehaald wordt. Dank u wel alvast. Dank u wel. Dan komen we aan de volgende vraag. Vraag om uitleg. Ik denk dat mevrouw Sminati aanwezig is. Vraag om uitleg van collega Sminati over het hulpverleningstraject voor kinderen van teruggekeerde Syrië-strijders. Collega Sminati. Ja, dankjewel, voorzitter. Ik heb zojuist van mijn collega's begrepen dat het de bedoeling is dat de inleiding zeer kort is, dus ik zal mij daaraan proberen te houden. En als u ook uw camera kunt aanzetten, dan maakt het voor iedereen aangenaam, en zeker voor de mensen die thuis kijken. Die staat aan bij mij. Bij mij staat daar geen streepje meer door. Nu bij ons ook niet meer. Oké, en blijft dat zo? Nee, nu bent u terug weg. Ah, ja, maar ja, dan kan ik mijn voorbereiding niet zien. Oké, doet u maar dan. Met een voorzitter. Ja, meneer de minister, u weet, ik heb in het verleden al heel wat vragen aan u gesteld over de problematiek van kinderen van IS-strijders. En daaruit is gebleken dat tot hiertoe 15 kinderen zijn teruggekeerd uit IS-gebied. En dat zij allemaal in familiaal verband, namelijk bij een van de grootouders, worden opgevangen. Ik heb daarover enkele vragen, namelijk... ja, hoe wordt het veiligheidsaspect beoordeeld? Want deze kinderen worden tenslotte opgevangen door hun grootouders. En soms zelfs zijn dat de ouders van de geradicaliseerden. Hoe kunnen er garanties worden gegeven dat de band met de geradicaliseerden definitief is doorgeknipt? Ten tweede, wat als er dan toch problemen zouden optreden binnen het pleeggezin en die veiligheid zowel voor de kinderen als voor de familie niet meer zou kunnen gegarandeerd worden? Hebben jullie in dat geval een plan B binnen de jeugdhulp voorzien? Dan had ik ook een vraag omtrent de rol van de jeugdrechter. U heeft in een vorige vraag gezegd dat die opvolging van zeer nabij gebeurt. Kan u dat wat meer duiden? Hoe houdt dit bijvoorbeeld in dat er extra zittingen plaatsvinden? De volgende vraag gaat over de consulenten. Ja, u zegt dat er een nauwe opvolging gebeurt met de consulenten en dat vind ik uiteraard heel belangrijk. Maar uit verschillende gesprekken met mensen uit het werkveld weten we natuurlijk dat die consulenten reeds heel zwaar bevraagd zijn. Dus vraag ik mij af... Hoe dat de garantie kan gegeven worden dat die opvolging daadwerkelijk gebeurt. Dus daar zou ik graag wat meer inzicht in krijgen.
De ronde tafels, daar hebben we het ook al samen over gehad. Ik kan u daar wat meer toelichting over geven? Wanneer kunnen die ronde tafels starten? Op welk moment van de terugkomst van die kinderen wordt dat opgestart en hoe frequent komen deze samen? En dan tenslotte, misschien nog wel de belangrijkste vraag, de psychologische bijstand. U zegt altijd dat is maatwerk, ik ben het daarmee eens. U zegt dat er verschillende scenario's zijn. Ondertussen zijn de eerste kinderen al anderhalf jaar in ons land. Dus denk ik dat het mogelijk is om... dat hulpverleningstraject een keer te gaan evalueren. Is dat ondertussen al gebeurd of wordt dat gepland? Eigenlijk zou ik graag willen weten of elk van die 15 kinderen, zonder natuurlijk in detail te treden, hebben zij die extra hulpverlening gekregen? Kunnen er ook conclusies worden getrokken over de intensiteit en de frequentie van die hulpverlening? En kan u een overzicht geven van het aantal contacten dat er geweest is? En hoe verhouden die contacten zich per hulpverleningsdienst? Ik weet dat het veel vragen zijn, maar ik vind het heel erg belangrijk. En ja, tenslotte, hoe gaat de minister hier beleidsmatig mee om? Wat is uw conclusie na anderhalf jaar werken met deze kinderen? Dank u wel. Meneer de minister. Ja, dank u wel. Dat is niet erg, collega, om veel vragen te stellen. Dat zijn wij in deze commissie gewoon een voorzitter. Dus we gaan er ook proberen gedegen antwoorden op te geven. In verband met uw eerste vraag. De dreigingsanalyse voor wat betreft radicalisering is een permanente verantwoordelijkheid van het OCAT en het parket. De opvolging, de veiligheid en de ontplooiingskansen van de kinderen ligt bij de jeugdrechter, de consulenten en de betrokken hulpverleningspartners. Het parket fungeert hier als een go-between die desgevallen belangrijke signalen ook doorgeeft. In verband met uw tweede vraag, elk dossier wordt permanent gemonitord indien er indicaties zijn die lopen tot een bijstelling van die maatregelen, zowel vanuit het oogpunt van de radicalisering als vanuit het oogpunt van de veiligheid en kansrijk opgroeien, dan kan de jeugdrechter na alle partijen te hebben gehoord hiertoe ook beslissen. Derde vraag, of antwoord op uw derde vraag, de jeugdrechter wordt structureel minstens om de 6 maanden op de hoogte gehouden van elke situatie via de consulenten. Bij belangrijke evoluties kan dit ook tussentijds gebeuren. Als dat noodzakelijk is, dan kunnen er inderdaad extra zittingen worden georganiseerd. In verband met uw vierde vraag, de dossierlast bij de consulenten is inderdaad een element in zijn algemeenheid dat zich stelt en waar ik in de beleidsnota 2019-2024 ook mijn ambitie heb geuit om na te gaan hoe de werking van die ondersteuningscentra en sociale diensten, jeugdrechtbank, kan versterkt worden om een kwaliteitsvolle, oplossingsgerichte en multidisciplinaire benadering van de aan hen toegewezen minderjarigen te blijven garanderen. Voor deze dossiers zijn er per kind, gezin, 1 of meerdere consulenten aangesteld die de situatie samen met de andere betrokken partners van nabij opvolgen. Men spant zich in om voor deze dossiers tot het maximaal mogelijke te gaan in functie van de veiligheid en de ontplooiingskansen van de kinderen en het maatschappelijke belang ervan. In verband met uw vijfde vraag, de ronde tafels kunnen zowel ter voorbereiding als na terugkeer worden opgestart. Hoe vaak er samen wordt gezeten is afhankelijk van het dossier tot dossier, maar kan uiteraard telkens als het nodig wordt geacht. Het draaiboek Radicalisering binnen de jeugdhulp is online terug te vinden op www.jeugdhulp.be onder het thema Radicalisering. Daarin staan de handvaten voor alle betrokkenen. In verband met uw zesde vraag. In mijn antwoord op uw vraag op 7 juli jongstleden gaf ik al aan dat er geen vast pakket aan maatregelen voor de terugkerende kinderen bestaat. Ieder kind zal een eigen hulpverleningsscenario doorlopen. In het algemeen kan ik enkel stellen dat netwerk pleegzorg de rode draad van de hulpverlening vormt, dat elk kind zich nog altijd onder het toezicht van een jeugdrechter bevindt en dat pleegzorg en partners uit de psychologische begeleiding belangrijke
partners zijn. Maar er is tot op heden geen wetenschappelijk onderzoek gebeurd naar deze trajecten, die, zoals u aangeeft, ook nog maar 1,5 jaar lopen. Ik kan u dus geen conclusies presenteren omtrent de bijvoorbeeld gemiddelde intensiteit of frequentie van de psychologische hulpverlening. Rea Sminati. Ja, dankjewel, meneer de voorzitter. Dankjewel, meneer de minister, voor uw antwoorden. Het laatste antwoord stelt mij enigszins teleur, omdat ik het wel heel belangrijk vind dat we daar een zicht op krijgen, op die intensiteit van die begeleiding. Want het is mij ter oren gekomen vanuit het werkveld dat sommige van die kinderen nog geen psychologische bijstand hebben mogen ontvangen. Als die informatie zou kloppen, ik spreek in voorwaardelijke wijze, dan houd ik natuurlijk mijn hart vast, want deze kinderen hebben soms bijzonder traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Soms waren ze nog heel jong, waren ze baby, toen ze naar ons land zijn gekomen, maar anderen waren weliswaar oud genoeg om te beseffen wat ze hebben meegemaakt. Dus ik denk, ik ben ervan overtuigd dat die hulpverlening bijzonder belangrijk is. En daarom denk ik dat het ook uw taak is om daar een zicht op te krijgen of die hulpverlening die in theorie bestaat, of dat die ook in de praktijk uitgevoerd wordt en voldoende wordt uitgevoerd. Dank u wel. Collega Terreuze. Dank u wel, voorzitter. Ja, goed. Inmiddels zijn inderdaad al vorig jaar en dit jaar samen 15 IS-kinderen of kinderen van andere terroristen teruggekeerd uit het Midden-Oosten. En ik merk uit de antwoorden die ik op vragen van collega Sminati dat de kinderen in feite allemaal zonder uitzondering werden toegewezen aan de grootouders. Nu, wij zijn altijd al van mening geweest dat repatriëring van deze kinderen geen goede zaak is. In de eerste plaats omdat de terugkeer van deze kinderen vaak gepaard gaat, niet gevolgd wordt door de terugkeer van een van de beide terroristische ouders, die, wat mijn partij betreft, het recht om naar dit land terug te keren, volledig verspeeld hebben. En die hebben ook zeker geen plaats meer in onze samenleving. Maar goed, uiteindelijk zijn we niet ongevoelig voor het welzijn van de kinderen, die natuurlijk niet de verantwoordelijkheid dragen voor de misdadige keuzes van hun ouders. Ik heb echter wel bedenkingen bij het feit dat het blijkbaar een automatisme is dat die kinderen van die IS-terroristen worden ondergebracht bij de grootouders. Dat is hier in alle 15 de gevallen zo. En uit het antwoord op een eerdere vraag van 2019 vernam ik dat het zelf mogelijk is dat de IS-moeder, die vrij is onder voorwaarden, ook doodleuk in hetzelfde huis kan verblijven van die grootouders samen met haar kinderen. Ik durf me dan ook af te vragen wie zijn belangen hier dan primeren in deze. Deze van de terreurouder of die van de samenleving en de desbetreffende kinderen. Minister, ik had dan ook graag van u duidelijkheid verkregen. 1. Over de motivatie om deze kinderen systematisch onder te brengen in de familie van de terreurouders. En 2. Of u kan verzekeren dat die grootouders in elke omstandigheid volledig afstand hebben genomen van het islamfundamentalisme. Op welke wijze kan dit gegarandeerd worden dat zo die kinderen via hun gezinssituatie op geen enkele manier nog in contact komen met dat islamfundamentalisme? Minister, overtuig er mij van, maar ik vrees er een beetje voor dat er ook weer hier geen halfzacht beleid wordt gevoerd, maar dat er een beleid wordt gevoerd die de belangen van onze eigen samenleving op de eerste plaats zet. Dank u. Collega Grootschelder. Meneer de minister, ik herinner me hierover eerdere vragen. U hebt daar toen in warmte op geantwoord rond die kinderen. Ik heb dat geapprecieerd. Dat zijn kinderen, Belgische kinderen, die zijn bij ons geboren. Wij vinden het niet meer dan normaal dat die hier worden opgevangen. Zeker nadat die heel zware belevenissen hebben ondergaan, soms serieus trauma hebben opgelopen en soms ook lichamelijk zwaar hebben geleden. Terzijde, het gaat daar niet over, maar wat de terugkeer van de terroristische ouders betreft, ik heb veel liever dat die hier ergens in veiligheid worden berecht, dan dat die ergens anders nog op vrije voeten rondlopen en allerlei daden kunnen begaan en eventueel andere mensen kunnen betrekken in die radicale of terreurdaden. Laat dat duidelijk zijn. Dus dit is een puur... Maar collega, ik denk dat het niet meer aan u is om te spreken. Collega's.
Meneer de voorzitter, het is toch duidelijk dat ik het woord heb? Ja, wel, ik doe het maar verder. Dank u. Oké, ik pak mijn draad weer op. We weten ook dat die moeders op zich, los van hun verdere daden, vaak beoordeeld werden als goedmenend tegenover hun kinderen. Die kinderen hadden vaak een goede hechting. Dus als die hechting wordt verbroken, dan moeten die kinderen inderdaad goed worden opgevolgd. Want dat is voor elk kind, ongeacht van welke overtuigingen de ouders hebben, als die een goede hechting hebben, een goede band met de ouders, is dat inderdaad zwaar traumatiserend. Ik wil wel twee punten aanhalen die belangrijk zijn. Dat u ze behandelt zoals andere kinderen is goed. Maar alle kinderen die uit een moeilijke situatie komen, hebben goede psychologische bijstand nodig. En wat dat betreft heb ik in het algemeen de vraag, hoe zit het wat de bijstand betreft tegenover andere kinderen die uit zo'n moeilijke situatie komen? Krijgen die regelmatig psychologische bijstand? Want we hebben het hier nu over 15 kinderen. Dat is eigenlijk wel een grote uitzonderingspositie. Wat met de andere kinderen? Dat is mijn eerste vraag. Ten tweede merk ik ook dat wat de grootouders betreft, een kind, daar hebt u allebei, alle drie gelijk in. Een kind kunnen we nooit veroordelen op de daden van de ouders. Maar we kunnen ook ouders niet beoordelen op het feit dat een kind een bepaalde richting uitgaat. Het is zeer vaak zo dat die grootouders, die ouders van de Syriëgangers, er ontzettend zelf door getraumatiseerd zijn wat hun kinderen beslissen te doen en uitrichten. Nu, meneer de minister, ik heb een tweede duidelijke vraag. Is het de bedoeling dat een moeder die haar straf heeft uitgezeten, daarna een contactverbod heeft met haar kind? Hoort dat bij de strafmaat? Tot op welke hoogte? En is dat ook de bedoeling überhaupt? Want verplichten wij überhaupt bepaalde ouders om bepaalde denkbeelden te behartigen? Is het hebben van bepaalde denkbeelden verboden? Is het niet eerder het aanzetten tot bepaalde daden dat verboden is? Collega, kunt u afsluiten? Ja. Ik heb hierbij gedaan. Dank u wel. Oké, meneer de minister. Ja, collega's. Eerste vraag. Hoe komt het dat men vaak bij de grootouders terechtkomt, omdat dat blijkt het beste te werken voor de kinderen. De opstart rond pleegzorg is de eerste strategie die het agentschap opgroeien daarin volgt, net omdat blijkt dat dat ook het meest werkbaar is. Waarom de psychologische bijstand, als u zegt, collega Sminati, dat u gevallen kind waar dat niet of onvoldoende zou zijn gebeurd, u mag ons die altijd overmaken, dan willen we dat wel casus per casus bekijken. Rond de context en de vraag in welke mate zijn zij nu een risico, zijn de moeders, de grootmoeders een risico, dat is iets waar we een instrumentarium voor hebben, dat ook op lokaal niveau goed moet gemonitord worden en dat u ongelooflijk goed zal kennen, collega Sminati. Dat zijn de lokale integrale veiligheidscellen waar elke burgemeester mee werkt en moet werken om te kijken, casus per casus, wat zijn hier mogelijke risico's, hoe moeten we dat inschatten. Dat is, denk ik, een zeer goed werkend instrumentarium. Zo heb ik het alleszins zelf ook als burgemeester ervaren om aan goede risico-inschattingen te kunnen doen en met de verschillende diensten ook te kunnen overleggen. Wat de vraag betreft rond het contact, dat is de rechter die daarover beslist. Collega Groothedde, de rechter beslist welke de strafmaat is voor de moeder. Daarvoor zijn wij niet bevoegd. Dat zijn de rechters die dat beslissen. Die zijn daar ook onafhankelijk in. En als een rechter beslist dat er een contactverbod is, ja, dan moet dat uiteraard worden gerespecteerd. Als er beslist wordt dat er geen contactverbod is, dan zal het aan de jeugdrechter zijn om te beoordelen op welke manier dat er al dan niet bezoek door de moeder kan worden toegestaan. De vraag over de repatriëring, ja, dat is een federale bevoegdheid waar Vlaanderen geen bevoegdheden in heeft. Collega Sminati. U hebt denk ik de vraag misverstaan, meneer de minister. Collega Sminati. Collega Sminati, uw microfoon staat waarschijnlijk aan.
Sorry. Ja, meneer de voorzitter, eerst en vooral, tijdens het betoog van collega Grootheide hoorde ik de collega van het Vlaams Belang, als ik het juist gehoord heb, de opmerking geven, nekschot als het ging over de ouders. Ik denk dat dat een zeer ongepaste opmerking geweest is. Ja, ik veronderstel toch dat het de taak is van de voorzitter om ervoor te zorgen dat de gesprekken, de debatten hier, dat die op een ordentelijke manier verlopen. Collega, alsjeblieft. Dergelijke uitspraken. Voor één keer de genoemde commissie komt, dat je mij de les moet spellen. Hè. Blijf bij het onderwerp en reageert op wat de minister gezegd heeft. Punt. Meneer de minister, u spreekt over zorg op maat. Dat wil natuurlijk zeggen dat je kort op de bal moet spelen. En als ik u dan hoor zeggen dat pas om de 6 maanden die jeugdrechter in kennis wordt gesteld over de situatie in dat gezin, dan lijkt mij dat toch wel allesbehalve kort op de bal spelend. Ik zou je toch wel willen vragen om, ondanks de grote werkdruk, en ik ben mij daarvan bewust, om toch ervoor te zorgen dat die frequentie wordt opgedreven. Ik denk dat het heel belangrijk is in het belang van de veiligheid van zowel die kinderen als hun familie, dat de jeugdrechter veel sneller op de hoogte wordt gesteld van de situatie in dat gezin. Dank u wel. En daar kunnen we deze wijs schrijven geschiedenis, denk ik, vandaag. Met de kortste commissie Welzijn ooit. Bedankt aan de minister, veel sterkte voor vanavond, zou ik zeggen. En wij zien elkaar ongetwijfeld. Voor uw medeleven. Ja, sommige collega's morgen terug. En ik herinner u, meneer de minister, ook aan onze afspraken wat donderdag betreft. Ik weet niet als u onmiddellijk kan antwoorden, maar ik zou toch graag om 1 uur beginnen. Want als we moeten stoppen om 17 uur en ik zie alle vragen, dan denk ik op 3 uur tijd dat het niet zal lukken. Maar moesten we kunnen beginnen om 1 uur, zou dat toch al een uur. Ik zal